Nederland Proeft wordt mede mogelijk gemaakt door Zon, Fruit en Vegetables. Welkom bij Nederland Proeft. Vandaag staat de aubergine centraal, dus kijken. Een hele goede middag. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Nederland Proeft. Precies, jouw culinair programma. Elke zondag om 5 uur op RTL 4. Aubergines, die staan vandaag centraal. Wat ga je daarmee doen? Ik ga een heerlijk recept maken, want het is mijn favoriete groente. En ik ga een Griekse moussaka maken met een Griekse salade. Heerlijk. Nou, ik kan niet wachten. En voor wie ga je die eigenlijk maken? Voor onze zonnetjes. Voor de zonnetjes, ja, precies. Zonnetje van deze week is Cor Klaassen. En hij zet zich al jarenlang in voor de voedselbank hier in Nijmegen. Dus ik ga naar de teler. Ik ga aan de slag snel. Neem jij mee? Ga aan de bak. Beetje sturen, hè, die vrouwen. Ik ga lekker beginnen met de moussaka. En wat ik hiervoor moet gaan doen, is de aubergine snijden in plakjes van 1 centimeter. En dan leg ik ze op dit rozen neer. En dan pak ik wat zout en daarmee ga ik de aubergines besprenkelen, zodat het vocht er een beetje uittrekt. Er wordt straks de moussaka wat minder water. Arwin. Hey, Winston. Zo, stoor ik? Nee, je bent jong. Zo, ben je aan het doen? Ja. Oh, ik zie het al. Biologische gewassenbestrijding. Ja. Ja, hè? Kijk, dit zijn beestjes. Dat zijn oriesbeestjes, roofwantsen. Ja, en wat doen deze? Die bestrijden dus de trips. De trips is een klein beestje. Dat komt meestal in het voorjaar naar binnen als de buitentemperatuur toeneemt en de luchtramen gaan open. Dus dit zijn de nuttige beestjes. Ja. En is het dan anders dan bijvoorbeeld de bestrijding van tomaten? Nou, eigenlijk gebruiken we wel een beetje dezelfde bestrijders. Alleen bij ons in het auberginegewas, zoals je al ziet, de bladeren zijn heel erg groot. Het zijn groot, hè? Het is een zacht blad. Het is een warme teelt. Hè. Van oorsprong is het een gewas komt uit Azië. En door die hoge temperaturen ontwikkelen zeg maar, allerlei plagen zich ook supersnel. Wil dat dan ook zeggen dat de aubergine vatbaarder is voor... Ja, dat klopt. Ja. Er zijn zelfs kwekers, bijvoorbeeld bij sommige bloemenkwekers, die gebruiken een aubergineplant als een signaleringsplant. Dus die zetten op hun bedrijf, zetten ze gewoon bijvoorbeeld 3 aubergineplanten neer. En dan daar kan je als eerste zien als er dus een plaag naar binnen komt. Ja, precies. Okay. Ja. Nou, zie je in elk geval dat je duurzaam bezig bent. En dat is mooi. Hè? Ja, zeker. Maar dat is nog niet alles. Zal ik je nog wat laten zien? Natuurlijk. Ja, is er meer? Ja, tuurlijk. Ik volg. Ja, oké. Okay. Gaan we. Zeg, Arwin, is dat tiltproces nou hetzelfde als bijvoorbeeld bij paprika's en tomaten? Ja, in hele grote lijnen wel. Als je kijkt naar wanneer de teelt bijvoorbeeld gestart wordt. De planten worden hier half november gezaaid. Dat gebeurt bij een plantenkweker, elders. Die kweekt de plantjes op tot ze een week of 6, 7 oud zijn. Dan komen ze naar onze kwekerij toe. En dan zetten we de plantjes op de steenwolmatten hier. Oh, je hebt steenwol? Ja, hier. Laten ze groeien op steenwol, dus los van de grond. Ja. Kan we even laten zien. Ja. Ik zal hem even opentrekken. Kijk, hier zie je dus hoe de plant zeg maar, wortelt in de steenwolmat. Ja. Prachtige witte wortels. Gaaf hoor, mooi. Ja, en als je nou te veel water druppelt? Alles wat we te veel geven, wordt weer opgevangen en wordt weer hergebruikt. Mooi systeem dit. Ja, mooi hè? Ja. Dan zal ik je nog wat laten zien. Graag, tuurlijk. Gaan we. Yes. Kijk, Winston, wat ik hier wil laten zien. Ja. Hier komt de restwarmte binnen die we gebruiken om het gewas te verwarmen. De restwarmte die komt vandaan hier bij een energiecentrale. Waar ze vanuit gas maken ze elektriciteit. Dat verkopen ze aan het algemene elektriciteitsnet. En de warmte en de CO2 die erbij vrijkomt, die gebruiken we zeg maar voor 100% gebruiken we hier in de kassen. Om de planten goed te laten groeien. Helemaal top zeg. Ik voel gewoon de warmte er vanaf komen. Ja, kijk, dit is de warmteleiding. Ja? En hier dit is de leiding, hier komt dus de CO2 in. En waarom heb je die CO2 nodig? CO2 is nodig voor de planten om goed te groeien. Net zoals licht, water en voeding. Oh ja, dat is weer de wisselwerking tussen planten en mensen, zeg maar. Wij hebben zuurstof nodig en zij CO2. Dat zie je helemaal goed, man. Gekke vraag misschien, maar hoe bereid jij als aubergine-teler nou het liefst je aubergine? Nou, de laatste keer dat we gebarbecued hebben we dus de Gravity aubergine hebben gebruikt. En dat is? Ja, dat een aubergine, een wit paars gestreepte. Het is een aubergine die dus wat, hij is iets zachter van smaak. Hij heeft, het vruchtvlees is wat witter. Hij is iets steviger, geeft wat steviger bite.
En die hebben we gebruikt dus op de barbecue. Ja. Die snijden we gewoon in plakken. Je doet er knoflook op en wat olijfolie. Daarnaast natuurlijk wat kruiden naar eigen smaak. Dit is maar wat je wil. Ja. En dan in 3 minuten even op de barbecue. Nou, heerlijk natuurlijk. Smullen. Het is makkelijk. Ja. Dus ik hoor lekker. Het al. Arwin, schaai uit. Over smullen gesproken, ik ga terug naar Lisa. Want zij is iets lekkers aan het bereiden, uiteraard met aubergine. Dankjewel. Ik zie je nog wel voorbij huppelen ja, vandaag. Ja, doen we. Yo, hey, fijne dag. Yo, hoi. Oh, ik kwam gewoon echt op de heerlijke geur. Jij kwam perfect. Fijn. Super. Nou, Arwin heeft toch een paar goede tips gegeven. Op de barbecue bijvoorbeeld, aubergine. En, moet je eens kijken. Weet je hoe deze heet? Nee. De Gravity aubergine. De Gravity? Leukie. Hoe gaat die? Hij gaat heel goed. Ik ben bezig met het maken van de saus. Ik heb de uien in de pan gedaan met de knoflook. En nu ga ik gehakt erbij doen, maar gerunde gehakt. En dit laten we kort aanbakken. En daarna komt de tomatensaus bij, maar dan moeten we even wachten. Nee, even wachten kan ik niet. Ik ga het zonnetje halen. Ja? Oké. Doei, succes. Doei, doei. Ja, ik heb afgesproken met Dave. Want Dave die heeft koor opgegeven voor het zonnetje in huis. Het gehakt is al bruin aan het worden. Het ziet er heerlijk uit. En nu ga ik de tomaten erbij doen. Uitblik. En daarna gaan we de tomaatspray erbij doen. Twee flinke theelepels. Dat roeren we even door elkaar. En dan gaan we de kruiden erbij pakken. Wat zout. En wat oregano. En het belangrijkste van een moussaka, de kaneel. Die doen we er ook lekker bij. Er een heerlijke smaak van. Dit laten we nog eventjes 10 minuutjes doorpretten, dat het echt een saus gaat worden. En dan gaan we verder met de laagjes maken van de moussaka. Hier ben ik. Oh. Dave, je bent klaar. Hoi, Winston, Nederland proef, hè? Je weet er alles van, hè? Daar weet ik alles van. Zo. Oké. Hij weet niet dat we hem al gaan overvallen nu, hè? Nee, dat weet ik niet. Nou, zo, heren, goedemiddag. Goedemiddag. Eet smakelijk. Nou, ik ben toch bijna klaar, zie ik. Maar die nam onderaf. Heren, van het goede, mooie, dankbare werk, toch? Ja, dat is wel zo. Mensen die zich inzetten voor de voedselbank, die mogen af en toe wel eens in het zonnetje gezet worden. Dus even kijken waar het zonnetje zich bevindt. En dat is volgens mij de heer Cor Klaassen. Kijk. Ben ik zo heet? Cor, ik ben hier voor jou. Oh ja. Dat komt omdat Dave vindt... Wie is... Ik ben Winston Pos, sorry dat ik me nog niet heb voorgesteld. Voor RTL Nederland proeft. En wij willen eigenlijk elke aflevering willen wij iemand in het zonnetje zetten. Omdat hij of zij, in dit geval een hij, ontzettend mooi, dankbaar werk verricht. En zich vrijwillig inzet voor anderen. Dus ik wil u vragen om het werk te laten. Ik weet dat u een belangrijke afspraak hebt, maar die is al verzet. U gaat met mij mee, als u tenminste wilt, samen met Dave, om even flink in het zonnetje gezet te worden. Zou u dat willen? Heren, zou die mee moeten gaan, denkt u? Ja, we zijn wel heel democratisch. Ja, daarom. Nou, bij deze besloten. Nou, de Nederland proefscooter staat er al helemaal klaar voor. Spring maar achterop. Ik zal goed naar voren gaan. Ja hoor, Dave, kom maar mee. Ja, tuurlijk. 1, 2. Ja, zitten we. Daar gaan we. Ja, gasten! U mag afstappen. Nou, welkom op de locatie Nederland proeft. Cor, gaat-ie? Ja, hij is eraf. Helemaal goed, super. Welkom! Nou, dan wil ik jullie voorstellen aan Lisa van Kuik. Hi. Dag Lisa. Lisa, hoi. Hey. Dave. Lisa, leuk dat jullie er zijn. Ja, dat vinden wij dus echt. Dus we willen je eigenlijk uitnodigen om aan de tafel te gaan zitten. Cor, mag je aan die kant plaatsnemen? Dave ernaast. Yes. Ga maar zitten. Ik ga hier zitten. Lisa,
Ja, ik ga lekker koken voor jullie vandaag. Ja, vertel, want hij weet echt van niks, hè? Ik ga een Griekse moussaka maken en een Griekse salade. Heel lekker. Ja, ga aan de slag, ik schenk de heren wat water in. Zo, de saus is klaar. En nu kan ik de moussaka gaan maken eigenlijk. Dat doen we door één laag te maken met alle aubergineplakken. En maak hem even op maat, zodat de hele bodem goed gevuld is. Zet de puzzel. Nu doen we de helft van de saus over deze eerste laag. En dat kun je eventjes goed verspreiden. En daarna maken we nog één laag met de aubergines. En nu doen we de rest van de saus erover. Dan is het al bijna klaar. Dus het is wederom een super makkelijk recept. En nou de laatste stap alweer. We gaan normale kaas gebruiken voor de wat ongezondere variant. En we gebruiken hutekezen aan de andere helft voor de gezonde variant. En dan mag die in de oven. Zo. De ovenschotel gaat voor 30 minuten tot 35 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. Dus even wachten. Houden jullie een beetje van moussaka? Ja. Ja, ik ook, maar we zullen dus heel even moeten wachten. We gaan er eerst even tussenuit. Tot zo. Nederland Proeft wordt mede mogelijk gemaakt door Zon Fruit & Vegetables. Nederland Proeft wordt mede mogelijk gemaakt door Zon Fruit & Vegetables. Ja, we zijn er weer. Nederland Proeft. Zonnetje in huis. Cor, wijntje? Graag. Dave, wijntje? Graag. Winston, wijntje? Graag. Lisa, wijntje? Ook graag. Cor, we vinden het werk dat jij verricht vinden we ontzettend mooi. Dankbaar. We zijn blij dat er vrijwilligers zijn zoals jij. Ik hoorde van Dave dat het pensioen eraan zit te komen voor jou. Klopt. Hoe lang mag je nog? Ik denk nog een goede maand. Nog een goede maand? Oh, we hebben hem net te pakken hoor, als Zonnetje voor Nederland Proeft. Ja. Waarom de voedselbank? Ja, 10 jaar geleden toen ik echt met pensioen ging, toen dacht ik van ja, goh, wat zal ik gaan doen met mijn vrije tijd? Ik heb altijd in inkoop gezeten. In ieder geval, ik dacht van nou, misschien met mijn ervaring, dat ik bij de voedselbank iets kon betekenen. Ja. En was nou, dat zo? Ja, dat was aardig gelukt. Dus de leveranciers benaderen, schooien. Want in wezen proberen we eigenlijk alles voor niks te krijgen. Snap ik. Lukt dus niet altijd. Alles afdingen? Afdingen. En nou ja, je had eigenlijk ook wel een goed verhaal. Hè? Het is een van de weinige vrijwilligersorganisaties waar niemand 1 cent verdient. Dave, waarom heb je Cor opgegeven als Zonnetje in huis voor Nederland Proeft? Nou, Cor heeft de afgelopen 19 jaar met hart en ziel ingezet voor de Voedselbank Nijmegen. En een van de belangrijkste pijlers zou ik ook noemen. Een beetje de anchorman van Voedselbank Nijmegen. Zeker, die anchorman. De nieuwe naam. Cor. Ja. Sorry Cor. Nog 1 maand. En dus dat was een logische keus. Toen ik de beslissing mocht maken, heb ik aan Cor gedacht. En het is fijn, Cor, te verrassen een keer. Dus echt een gevoel van trots heb je wel naar hem toe? Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Kan je het aanraden voor anderen die tegen hun pensioen aanstaan? Ik zou iedereen adviseren, kijk bij vrijwilligersorganisaties in je woonplaats. En nou, voedselbank is 1 mogelijkheid. Dan zijn er natuurlijk een hele hoop. Maar voorkom dat je thuis gaat lopen, je vrouw voor de voeten loopt en niet weet wat zal ik met mijn tijd gaan doen. Toch? Nou, chapeau en santé. Ja, proost, proost. Nee. Nou, de heren die zitten er helemaal klaar voor. Nog enigszins gespannen, maar hoe gaat het hier? Het gaat heel goed. De salade is bijna klaar. Er moeten nog tomaatjes bij, olijfolie en wijnazijn. Mm-hmm. En voor de mensen thuis, het recept staat op onze Facebookpagina. Helemaal top. Het is ook bijna klaar. Ja. Nou, wij van Nederland Proeft houden ons vooral bezig met de gezonde gerechten. En daarvoor ben ik ontzettend blij met onze volgende gast, Tamara de Weijer. Zij is huisarts, maar ze houdt zich bijna dagelijks met gezond eten bezig. Dus Tamara, kom erbij. Ja. Aan de bak. Hoi. Hey. Hallo. Sorry, ik heb nog net even een gezond komkommetje in mijn mond gestopt. Om met de deur in huis te vallen. In Nederland weten we eigenlijk altijd wel, we moeten groente eten, want groente is gezond. Ja. Waarom is dat?
Nou ja, dat zeg je wel. We weten dat eigenlijk wel. Alleen we weten nog niet wat dat precies doet op de gezondheid. En dat zijn eigenlijk dingen die ik elke dag als huisarts zie ik dat enorm veel in mijn spreekkamer. Wat je kan doen om zelf ziekte te voorkomen. Maar ook als je al een ziekte hebt, bijvoorbeeld zoals suikerziekte. Hoe je dat met behulp van groenten ook weer kan verbeteren. En hoeveel groenten moeten we dan eten per dag? Nou ja, we eten nu gemiddeld 127 gram per dag. En als dat aantal is eigenlijk al jaren is dat hetzelfde. Maar dat is een beetje laag, of niet? Dat is heel erg laag, ja. We zouden het liefst 250 gram groenten. 200 tot 250 gram zouden we eigenlijk het liefste zien. Wij zijn natuurlijk heel erg gewend om 's avonds groenten te eten. Hè? De kapotgekookte bloemkool bij. Ja. Maar dat is natuurlijk heel jammer, want bloemkool is natuurlijk een prachtig product. En je kan daar veel meer mee doen. En wat belangrijk is, denk ik, ook voor de groenten, is dat je die ook prima inderdaad bij de lunch, maar misschien zelfs wel een groenteomelet in de ochtend. Ja. Of op andere momenten tussendoor. Hè? Bijvoorbeeld een vergadering. Heb je vaak van die kleine snackgroenten. Die snackjes, ja. Dat is helemaal top volgens mij. Ja, perfect. Want je ziet dat mensen, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, dat als je die, zelfs al zet je ze naast de gebruikelijke koekjes, dan eten mensen toch gemiddeld 80 gram groenten eten ze gewoon bij die saaie vergadering. Dat is toch weer mooi meegenomen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ook voor kinderen met name, meer van die groentesnacks. Absoluut. Ja. Nou, nu staan we echt midden tussen hele mooie aubergines. Ben jij een aubergine-liefhebber? Oh, ja, zeker. Eet je ze? Ja, heel vaak. Ja, aubergines zitten natuurlijk echt bomvol vezels en vitamines. Weinig calorieën. Ja. En het is heel voedzaam. Ja. Hoe bereid jij ze? Nou, wat mijn lievelings... Er zijn eigenlijk twee lievelingsgerechten die ik heb. En dat is enerzijds in een ovenschotel. En mijn tweede favoriete toepassing is als lasagnebladen. Dus je kan zowel de courgette als de aubergine mooi gebruiken voor als lasagnebladen. Het heeft een beetje dezelfde textuur zeg maar, als lasagnebladen als je ze dun snijdt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wel mijn favorieten. En ik hoorde nog van de teler, op de barbecue schijnt ook fantastisch heerlijk te zijn. Ja, gegrild. Nou heb ik voor beide dames nog een laatste vraag. Hoe lang duurt het voordat een aubergine van de plant tot aan de supermarkt ligt? Oh god. Gewetensvraag. Ja? Mag zij koken? Neem nou zo'n risico voor Kuip. Ik zeg 4 uur. 4 uur? Oh nee, in de supermarkt. In die de moet supermarkt. Echt wel langer, 3 dagen. 3 dagen. En jij? Nou, dan ga ik voor 2. 2 dagen. Ja. Ja, dit is mooi kleurrijk, hè? Fruit en groente. De consumenten denken in Nederland dat het ongeveer 2 dagen duurt tussen het oogsten en het verkopen van bijvoorbeeld aubergines. Ik kan het weten, want ik heb deze jongen heb ik de laatste uren gevolgd. Kijk maar eens even mee. Oeh, ik zou hem bijna voorbij lopen moest kijken. Wat een mooie jongen. Zo, en dan doe ik er een GoPro op. Volgende halte, sorteermachine. Hey, daar is die. Kijk, ga maar even lekker rusten. Hoppa. Zo, de doos staat erop. Op naar het logistiek centrum van Zon. Morgen. Hey, daar is hij. Kom maar. Ik pak hem. Dankjewel. Yo. We gaan hem natuurlijk gewoon keuren. Ja. Mag ik erbij? Ja, je mag erbij. Helemaal super. Ik kies voor mij. Nee, is die van jou. Zullen we die eens gaan bekijken? Kijk, en dan hebben we hier de keurkar. Ja. En dan hebben we deze mooie. Kijk eens, wat een mooie kleur. Nou, ja. Kijk eens, het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar doet u dit proefsgewijs? Ja, per partij keuren wij hier altijd een paar collie. Ja. Als een grote partij is er meerdere collies. Snap ik. En dat is gewoon proefsgewijs. Ja, netjes, het kleur ook, hè? Mooi kleur. De grootte is het ook goed. Ja, de grootte is goed. We letten op de grootte, op de rijpheid. Maar als hij lichter van kleur is, is hij te rijp. En dan letten we op de beschadigingen, op de drukplekken. Nou, het ziet er mooi uit. Het ziet er echt mooi uit. Ja, kijk eens. Ja, mooi, vanochtend nog gingen ze aan de plant, hè? Ja. Vanochtend gingen ze nog aan de plant. En nu gaan ze al in verwerken. Ja, super. Nou, ik zou zeggen, mag die? Ja, mag. Doosje erop. Alsjeblieft. Dekseltje erop. Zetten we hem weer terug. Ja. Mag die erin? Ja, drukken. Dankjewel. Bedankt, hè. Yo. Nou, ik krijg ze mee, want ze zijn goedgekeurd. Op naar de volgende stap. Ik ga ze flow pakken. Kijk, zo worden ze allemaal stuk voor stuk netjes verpakt. Als ik blijf opletten, dan gebeurt het netjes. Zo.
mijn doosje. Kom. Ja, 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 ja. Moet ik snel zijn. Kijk. Hey, ja, ja. Laatste stap. Op de vrachtwagen naar Jan. 24 uur dus. Ja, dat is snel, hè? Dankjewel voor dit inzicht, jongen. Ik neem je gelijk mee. Oog wil ook wat, hè? Tuurlijk. Ja, en het is ook nog lekker. Zo, zal ik deze uitje voor je? Ja. Nou, het ziet er fantastisch uit, Lies. Zo, voilà, heren. Is klaar. Oh. Alsjeblieft. Ja. En voor u, alsjeblieft. Ja. Speciaal klaargemaakt voor Nederland Proeft, voor het zonnetje in huis. Cor Klaassen. En voordat je gaat eten, willen we je namens Nederland Proeft nog even iets overhandigen. Een mooi pakketje met alle ingrediënten die je ook gaat proeven straks. Inclusief het heerlijke wijntje. Ik hoop dat jullie wijnliefhebbers zijn. Want namens Gift for You zijn jullie te gast bij een wijnproeverij naar keuze. Alle recepten staan hier. En van Lisa krijgen jullie nog... En een mooi bloemetje voor jullie. Cor, omdat je zo fantastisch mooi werk verricht voor de Voedselbank Nijmegen. En al zo lang, 10 jaar, nog 1 maand te gaan hebt. En dan echt van je pensioen gaat genieten. Wij willen je namens Nederland Proeft echt ontzettend bedanken voor je goede werk. Dankjewel. Jullie ook voor de fijne middag die we hier hebben mogen beleven. Ja, geen dank aan ons. Ik zou zeggen, geniet van het eten. Heren, smaakt het? Heerlijk. Fantastisch, hè? Zo. Heerlijk gemaakt, Lisa. Dankjewel. Ja, heeft u ook interesse in dit gerecht? Kunt u altijd het recept op de website vinden. En wil jij ook iemand in het zonnetje zetten, zoals Dave Cor heeft gezet? Gaan we gewoon even naar de Facebookpagina. Volgende week zijn we er gewoon weer met Nederland Proeft. En dan staat de aflevering in het teken van... asperges. Hollandse asperges. Tot volgende week. Bye bye. Nederland Proeft werd mede mogelijk gemaakt door Zon, Fruit & Vegetables.